en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Vandaag ben ik precies 16 weken zwanger en ook deze week neem ik jullie gezellig weer mee. Vanmorgen hebben we lekker rustig aangedaan. We hadden nog pannenkoeken over van gisteravond, dus die hebben we lekker opgegeten. Op de bank hebben we de Masked Singer teruggekeken van afgelopen vrijdag. En ja, dat was een lekker rustig ochtendje. Nu heb ik me aangekleed. Ik heb zo'n jurkje aan van de Costus met schoenen van de Fab. Gewoon lekker easy, maar wel echt prima. De zon schijnt, dus ik denk dat we vandaag ook nog wel even lekker erop uitgaan. Het is echt heerlijk weer. Voor de rest wil ik jullie nog even mijn bestelling laten zien van de Shein of Shein. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar daar heb ik een bestelling gedaan met zwangerschapsbroeken en een rok. En dat soort dingen. Dus dat wil ik nog even laten zien. Die is gisteren binnengekomen. Maar gisteren had ik geen tijd ervoor om dat nog te laten zien. Verder heb ik deze week nog een afspraak staan bij de verloskundige. Dus daar gaan we naartoe. Ik weet niet of we weer een echo krijgen. Alle andere keren hebben we dat wel gehad. Ik hoop stiekem wel, want ik ben wel heel benieuwd hoe de kleine gegroeid is. Dus daar nemen we jullie ook mee naartoe. Lux die moet naar de dierenarts. Zijn tanden worden getrokken. En zijn gebit wordt verder gereinigd. Dus dat hebben we ook nog deze week. En voor de rest geen idee. Maar dat ga je allemaal zien in deze weekvlog. En dit is dus mijn outfit vandaag. Zoals je ziet, totaal niet dat ik een zwanger buikje heb. Maar ik weet niet of je het zo kan zien. Hij zit toch echt hier achter verstopt. We zijn net terug van het wandelen. Mijn haar is een beetje verwilderd. En ik ben ook even bij de Jumbo geweest. Ja, het is een extra tas, ik weet het. Even wat lunch gehaald. Dat gaan we nu opeten. Even het broodje in de oven doen. En ook even wat fruit gehaald. Voor aankomende week mee naar het werk. Lekkere bananen. Ik vind het altijd fijn als die nog een beetje groen zijn. Dus ik ga even de boodschappen uitpakken. En de broodjes in de oven doen. En dan gaan we heerlijk lunchen. Ik haal trouwens graag altijd goedkope keizerbroodjes. Er zitten er 4 in, dus 50 cent. Maar deze vind ik gewoon het lekkerst. En wat mijn zusje trouwens gisteren had. Deze brie van de Jumbo. Die mag je dus eten als je zwanger bent. Dus dat is wel heel fijn. Dus die heb ik ook even meegenomen. Zo, ik ben er boven maar even bij gaan zitten. Want ik wil jullie nog even de items laten zien die ik bij de Shein, bij de Shein, hoe je het wil gaan noemen, besteld heb. Het zijn qua zwangerschapsgerelateerde dingen, zijn er 3 dingen. 2 broeken en een rok. Ik heb alles in maat M besteld. Gewoon een normale maat. Ik had wel bij de foto's even gekeken ja, hoe de pasvorm zeg maar precies was. En op de hand daarvan heb ik dus ja, de maat besteld. Dus ik heb alles in maat M. En allereerst heb ik deze spijkerbroek. De onderkant gewoon lekker een raffeltje. Hij is wat stretchy en dit is de band die erop zit. Zakken zijn ook gewoon echt zakken waar je wat in kan doen. En dit is de achterkant. Hij zit nu nog ietsjes te los boven bij de band. Maar goed, mijn buik moet natuurlijk ook nog heel erg gaan groeien. Ik heb echt nog een mini buikje en deze broeken heb ik nu nog niet nodig. Maar als ik ze straks nodig heb, dan heb ik ze wel. Dus dat vind ik wel echt heel erg ideaal. En het was ook binnen 5 dagen binnen. Ik dacht, ja, ik heb geen idee hoe lang het duurt voordat het er is. Dus ik bestel maar gewoon vast. En als het dan lang duurt, ja, nou ja, dan is het ook niet zo heel erg. Daarnaast heb ik ook nog een zwarte broek besteld. Ook weer met een band erboven. Deze zakjes zijn niet te vullen. Zijn nepzakjes. Dit is de onderkant. Echt ook weer prima broek. Dus ook in maat M. En dit is ook wel met een achterzakje. Daar kan je dan wel wat in doen. Echt een, ja, ook een prima broek. En dan heb ik nog een zwangerschapsrok besteld. Ook in maat M. Hele simpele, maar wel echt heel erg leuk. Zo zie je niet dat het een zwangerschapsrok is, maar de voorkant echt zit er wel een buikvorm in. Dit is het stofje. Het is zwart met een rippeltje. Ik weet niet of je het zo heel goed kan zien. Maar lijkt me gewoon heel leuk om dan te dragen. En straks met de panty leuke laarsjes eronder. En dan een wijde trui of iets erop aan. Dus vandaar dat ik deze ook besteld heb. Hij past nu wel, maar hij zit bij mijn buik nog ietsjes te wijd.
Dus ook deze kan ik bewaren. En als ik het straks nodig heb, kan ik het aan gaan trekken. Dus dat wilde ik jullie nog even laten zien wat ik daar besteld heb. Verder had ik nog een tas daar besteld. Een zwarte tas, gewoon lekker simpel. Was iets van 5 euro en ik denk dat zo handig als tas om mee naar het werk te nemen. Dus die heb ik ook nog besteld. Voor de rest ga ik nu naar boven. Of ja, ik ben naar boven, maar nog een verdieping hoger. Ik ga even boven de was ophangen. Die hadden we net aangezet en dan denk ik dat ik lekker even in de douche ga. Het is inmiddels avond en ik kom net thuis uit het werk. Iets later dan normaal. Normaal gesproken ben ik om 5 uur vrij, maar ik was onverwachts 8 uur pas vrij. Dus ik heb nog niet gegeten en ik ben heerlijk langs McDonald's gegaan. Dus dat ga ik nu lekker opeten. Goedemorgen. Het is 8 uur 's ochtends en ik ben uit bed op een vrije dag. En het is heel gek, want normaal ben ik al lang onderweg naar het werk. En dan voel ik me veel fitter dan dat ik om 8 uur 's ochtends opsta op mijn vrije dag. Maar goed, allemaal voor een goed doel. We gaan Lux even naar de dierenarts brengen. Zijn tanden en kiezen worden dus gereinigd en ook een paar getrokken. Dat is in verband met ontstekingsgevaar. Dus dat gaan we doen. Heel sneu. En als het goed is mogen we vanmiddag alweer ophalen. Verder ga ik zo eventjes langs de apotheek. Ik heb gisteren de dokter gebeld in verband dat ik niet naar het toilet kan gaan. En dat is nogal heel vervelend. Ik heb er niet heel veel last van. Maar het is gewoon niet gezond. Dus vandaar dat ik wel eventjes de huisarts heb gebeld. En ik heb iets voorgeschreven gekregen. Dus dat gaan we ook eventjes gelijk ophalen. En deze heb ik net voorgeschreven gekregen bij de apotheek. Dus ik ga daar gelijk maar mee beginnen. Wij zitten in de auto, want we zijn net aangekomen op de parkeerplaats bij de IKEA. En volgens mij valt het nog wel mee met de drukte, ondanks dat het herfstvakantie is. Dus we gaan er even lekker lopen, even inspiratie opdoen, kijken of we leuke dingetjes hebben. En daarna gaan we door naar de Lidl, want daar gaan we boodschappen doen. Normaal gesproken doen we eigenlijk altijd bij de Albert Heijn of bij de Jumbo boodschappen, meestal bij de Albert Heijn. Maar we gaan een keer naar de Lidl en kijken of dat ook echt goedkoper is als we daar boodschappen gaan doen. Wij zijn het thuis van de IKEA, iets eerder dan verwacht, maar ik kreeg al een telefoontje dat we Lux op konden halen en dat het allemaal goed was gegaan. Ze hebben iets meer tandjes getrokken dan verwacht was, maar hij doet het verder helemaal goed, dus die hebben we net opgehaald en die ligt heel zielig naast mij. Verder hebben we nog even wat gekocht, even van dit soort dingen. En voor mijn computer even zo standaard met laadjes, zodat ik in ieder geval alles opgeruimd heb staan, dus dat vind ik wel prettig. En verder even een babykamer inspiratie en dat soort dingen gedaan. Naar de Lidl moeten we dus nog, dus daar gaan we straks even naartoe. Maar eerst blijven we lekker bij Lux, want die ligt hier heel zielig. Kijk, dit is onze kleine mup. Oh, goed. Inmiddels is het dinsdagavond en Lux en ik hebben vanmiddag lekker even geslapen. Ik was gewoon super moe en Lux was natuurlijk net terug van de dierenarts, dus die was ook lekker lui. En daarna hebben we pizza gegeten, we hebben geen boodschappen meer gedaan, maar dat gaan we morgen doen. Morgenochtend moet ik ook naar de verloskundige, dus daar gaan we naartoe en ik ga nog naar de kapper. Dus tussendoor gaan we dan even boodschapjes doen. Voor de rest ben ik nu klaar om te gaan sporten. Ik heb de sportkleding aan, vorige week heb ik natuurlijk een week hier niet gedaan. Dus ik ben benieuwd of het nu ook extra zwaar is, maar dat ga ik vanavond allemaal zien. Ik heb er wel heel veel zin in en ik blijf het gewoon zo lang volhouden zoals het, ja, zolang als het lukt. Goedemorgen, het is vandaag 27 oktober en Mike en ik zijn net bij de verloskundige geweest. We hadden even een gesprek over hoe alles is, hoe de bloeduitslagen waren, want ik heb geen telefoontje gehad, dus dat bleek helemaal goed te zijn. Verder hebben we even bloeddruk opgemeten, hebben we het hartslag hebben we gehoord en dat was ook helemaal goed. Mijn ijzer bleek uit het bloedonderzoek was echt helemaal perfect. Dus ik hoef in principe ook geen vitamine of iets te gaan slikken. Je hebt natuurlijk vitamine voor zwangere vrouwen. Zo'n tablet volgens mij van Davitamon of iets. Maar dat is allemaal niet nodig. Alleen vitamine D is altijd handig. Vooral nu in de wintermaanden. Dus dat kan wel. Maar eigenlijk was alles echt
echt helemaal perfect. Dus dat is heel fijn. Zelfs de antistof van hepatitis die ik ooit in mijn lichaam heb gehad. Daarom mocht ik ook niet geen plas doneren van moeders voor moeders en ook geen bloeddonor zijn. Schijnen uit mijn lichaam te zijn. Dus misschien moet ik me nog eens een keer aanmelden om ook weer bloed te kunnen doneren. Als dat schijnbaar dan wel weer mag. Dus dat was heel interessant om allemaal wel even te horen. Ik heb ook een kaart meegekregen die ik altijd bij me moet hebben met alle belangrijke informatie. Dan heb ik informatie gehad over de 22 weken prik voor de kinkhoest. Die kan ik halen. Dan schijnt je kindje al beschermd te zijn de eerste maanden. Want de eerste maanden volgens mij krijgen ze nog geen vaccinatie daarvoor. En als ik dat met die 22 weken zou doen, dan is je kindje ook al de eerste maanden soort van gevaccineerd. Als ik het helemaal goed begrepen heb. Dus daar kunnen we over nadenken en dan kan ik me daarvoor aanmelden. Ik kan gewoon hier inlossen in het gemeentehuis bij de GGD, dus dat is ook wel heel erg makkelijk. Dan heb ik ook informatie gekregen over de 20 weken echo. Die afspraak moet ik gaan inplannen. En dan krijgen we ook te horen of het een jongetje of een meisje is. Dus die afspraak gaan we vandaag inplannen. Dan weten we ook wanneer we dat hebben. En dan kunnen we ook eventueel een taart of dat soort dingen gaan regelen voor de gender reveal. Dus dat moeten we vandaag nog gaan doen. En we hebben ook de uitslag meegekregen van de niptest. Die hadden we natuurlijk al wel gehoord. Maar die hebben we ook op papier meegekregen. Dus al met al heel veel informatie. En gelukkig is alles gewoon helemaal goed. Dus dat is heel fijn. Straks gaan Mike en ik eindelijk boodschappen doen. Wat we gisteren al wilden doen. En daarna ga ik naar de kapper voor mijn uitgroei bijwerken. Mijn haar is ook wel vet. Maar ja, ik ga het nu niet wassen. Want ik ga straks toch naar de kapper. Verder wil ik nog een video, er zijn nog twee. De zondag video, de weekvlog en de action video die ik vorige week heb opgenomen. Die moet ik ook nog editen, dus die ga ik, daar ga ik mee bezig vandaag. En vanavond hebben we dan nog een verjaardag van mijn oma naartoe moeten. En morgen moeten we weer werken. Verder gaat momenteel alles helemaal goed met Lux, dat is ook heel erg fijn. Die heeft net al die antibiotica gehad en zelf brokjes gegeten, dus dat gaat de goede kant op. En wat ik vergeten te vertellen was dat mijn bloedgroep is O negatief. Dus ik moet met 27 weken opnieuw bloed prikken om te kijken wat, of mijn kindje dan negatief of positief heeft. Is dat afwijkend, dan moet ik met de 30 weken uit mijn hoofd. Moet ik ook nog weer een of andere spuit, zodat dat allemaal helemaal goed blijft gaan. Dus dat moet, moet ook nog, maar voor de rest was alles echt helemaal prima. Wij zitten in de auto terug naar huis. We komen net van de Lidl en we hebben de hele achterklep, hoe heet dat? Kattenbak? Nee, kofferbak. Kofferbak vol met boodschappen. We hebben voor €82 een boodschap, maar echt de hele kofferbak zit vol. Ik zal straks als ik uitstap wel even filmen hoeveel we gekocht hebben. Verder zijn we even bij de dus geweest. Hebben Mike en ik allebei een fladenbrood gezond. Ik dan zonder ham. Dus die gaan zoals we thuis zijn lekker even opeten. Boodschapjes uitpakken. Maar jeetje, we hebben echt gigantisch veel boodschappen gekocht. Nou, we hebben dus voor alles gekocht. Kaas, verse munt, frisdrank, kwark. Lekker toetje voor vanavond hier. Allerlei soorten brood doen we gewoon in de vriezer. Beschuit. Nou, allemaal framboosjes. Dit was dus gewoon maar 49 cent voor een pak. Dus we hebben er twee meegenomen. Nog meer bolletjes. En Mike haalt nu de rest uit de auto. Maar echt gigantisch veel. Het is inmiddels een paar uur later. En ik ben net weer terug van de kapper. Dat kan ik wel zien, want mijn haar is echt een stukje donkerder. Maar ik ben er echt super blij mee. Ik zit even achter de computer. Tadaa, ik ben namelijk de Action Shop vlog aan het editen en ik heb alle prijzen weer toegevoegd. Dus deze is nu aan het opslaan. Ik ga ondertussen dan even de spruitjes snijden en dan kan ik, als straks de spruitjes ondertussen moeten koken, wel even vast met de weekvlog beginnen. Want die moet natuurlijk zondag online staan, dus daar moet ik ook nog eventjes mee bezig. Maar goed, wel super leuk werk om eventjes tussendoor te doen. Goedenavond, het is inmiddels al avond. Vandaag hebben we de hele dag gewerkt. Ik was iets later thuis dan normaal, want ik had een uurtje langer.
En dan hebben we heerlijk patatjes gegeten op de bank en lekker niks meer gedaan. Gisteravond hadden we natuurlijk ook verjaardag, daarna niet meer gefilmd. Maar het was echt super gezellig, heel erg leuk gehad. En morgen hebben we een late dienst, dus dat is ook wel fijn. Dan kunnen we wat later beginnen, dus ik wil morgenochtend nog even wat wasjes wegvouwen. En als ik me goed voel en zin heb, dat is ook wel heel erg belangrijk, ga ik eventjes of hardlopen, wat ik al heel lang niet meer heb gedaan, of boven op zolder hebben we een soort mini gym met een paar dingetjes staan. Ga ik daar eventjes aan de slag. Maar goed, daar moet ik wel zin in hebben. Heb ik geen zin, dan doe ik dat gewoon lekker niet. Het is niet dat ik dat allemaal nou per se moet. Dus dat gaan we wel even zien. Voor nu lekker slapen en morgen pak ik de camera er weer bij. Goedemorgen, het is inmiddels vrijdagochtend en ik ben nog lekker een ochtendje vrij. Ik heb net even boterham in de broodroos gedaan met een laagje boter erop. En ik heb net al mijn zakje genomen voor de ontlasting. Maar ik moet zeggen, ik heb elke dag netjes die zakjes gehad en ik kan nog steeds niet. Ik weet ook niet hoe snel dat moet gaan werken in je lichaam. Of dat gelijk moet of dat er een week of zo overheen gaat. Maar het werkt bij mij nog niet. Dus dat is wel heel vervelend. Ik voel me ook echt wel opgeblazen en ook vol. Maar goed, ja. Ik wacht het gerust even af en wil het dan nog steeds niet, dan bel ik wel weer terug. Maar ik vind het allemaal gewoon vervelend om een huisarts of zo te bellen. Maar goed, wat moet dat moet. Voor nu zit ik achter de computer. Ik wilde eigenlijk gaan sporten en de was opvouwen. Maar de was opvouwen gaan Mike en ik vanavond wel doen. Als we klaar zijn met het werken. Maar ik ga nu eerst even de video editen. Want die wil ik online hebben. Die wou ik van de week al editen. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Lux ligt ook lekker hier. En dan ja, straks gewoon een keertje naar het werk toe. Lekker werken. Goedenavond, het is inmiddels zaterdagavond en ik heb vandaag de hele dag gewerkt. Het is wel een lekker werkdag gehad. Het vloog eigenlijk voorbij vandaag, dus dat is wel heel erg fijn. Nu heb ik me alweer omgekleed, ik heb lekker gegeten. We hebben kippen romana of zoiets heet dat gehad, geloof ik. Dat is gewoon zo'n kant-en-klaar pakket waar je zelf nog kipfilet en groenten zo aan toe moet voegen. Dat had ik heel lang niet meer gehad, maar het was wel echt heel lekker om dat een keer weer te eten. En waar ik trouwens echt heel erg gelukkig van werd, is toen ik naar huis reed. Ik reed door het Haagse Bos en ja, die bladeren zijn zo mooi verkleurd in de herfst. Ik vind dat echt heel erg leuk om te zien. Nu heb ik me dus omgekleed, zit ik even weer achter de computer. Want ik bedacht me dat ik nog steeds niet de weekvlog online heb gegooid. En nog even een paar dingen moest toevoegen, want vorige van de week toen ik daarmee bezig was, kreeg ik de video's van de echo en dat soort dingen niet toegevoegd. En daarom ben ik er eigenlijk ook helemaal niet meer mee verder gegaan. En morgen vroeg moet hij online, dus ik moet wel even. Zometeen krijgen we nog even visite. Dus ik wil voor de tijd alles af hebben. Dus daar ga ik nu even heel hard mijn best voor doen. Het is inmiddels 12 uur, dus ik ga lekker slapen. Ik heb net nog de laatste dingen van de video online gezet. Of in ieder geval ingepland voor morgenochtend. Want omdat we visite hadden, was hij al aan het uploaden en al. En dat ging dus blijkbaar helemaal mis. Dus dat was wel jammer. Maar goed, dat hebben we net nog eventjes gefixt. Dus morgen vroeg om 6 uur staat de video online. Daarna hebben we een heel gezellige avond gehad. We hebben wat spelletjes gedaan en gezellig gekletst. En de escape room, de game weer gedaan. Nu een andere versie, alleen die hebben we niet binnen de tijd gedaan. Hij was toch best wel lastig, we hadden onderdeel virus. Maar goed, hij was wel heel erg leuk om te doen. Nu ga ik lekker slapen en morgen ben ik alweer 17 weken zwanger. En dat zie je in de volgende weekvlog. Tot bij de volgende video. Doei doei!